Welkom en leuk dat je kijkt naar het nieuwe seizoen van Tanto Muzikaal. Het spel waarin ik, samen met mijn vader, de muziekkennis test van onze gasten. Deze week niemand minder dan... Sean Demmers. Stefan de Vries. Yay! Jullie zijn de eerste gasten van het nieuwe seizoen. Yes, yes. Mag voor geklapt worden. Yes. Zal ik even uitleggen wat Tanto Muzikaal is? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, want jij hebt geen idee natuurlijk. Jij al helemaal niet. We krijgen zo meteen 10 woorden en daar moet je een bestaand liedje mee zingen. Dat woord mag je vertalen naar het Engels, Spaans, Portugees, whatever. Dat mag, okay. Als je het weet. Maar je moet het woord zingen. Dus, stel je weet het woord fiets en je zingt het liedje en je weet dat het woord fiets erin komt, erin voorkomt, maar je zingt het woord fiets niet. Maar niet dat gedeelte waar ik ja? In... Ja, oké. Okay. Telt het niet. Oké. Okay. Oh, je wacht, je moet klikken en binnen 5 seconden zingen? Moet je het zingen. Oh, dus je hebt eigenlijk nog 5 seconden de tijd. Ja. Ja, eigenlijk wel, maar je moet wel zo snel mogelijk het liedje gezongen hebben. Ook okay. Een dingetje, je drukt voor je team. Dus stel, ik druk nu en ik weet binnen een seconde even niet iets met het woord. En jij weet meteen welk okay. Liedje zingen. Oeh, ja? Mogen de beste winnen. Mogen de beste winnen. Ah, nou. Duimen. Oh, tegen ja, de rand. Oké? Okay? Duim bij de rand. Ja. Oeh. Oké, ja. Wow. I'm specialized in love. I make you feel like you. I'm hij denkt alleen maar, ik lust gewoon mee hierop. Let me work on you. Dat nummer bestaat niet. Bestaat dat nummer? Oh. Ik heb het nog nooit gehoord. Sharon Brown. Special. Specialized in love. Maar is dat een goeie? Want het is specialized. Special. Hoe kan je dit zo... Oh mijn okay, god. Oké, oké, oké. De lat ligt hoog, merk. Ja, het is ook heel hoog. Snel. Ja. Liefde. Wat is dan liefde? Vergeef me. Dit is echt liefde. André Hazes. Wij drukken eerst. I'm gonna love you. So, like I'm gonna lose you. Ja, die ken ik ook. I'm gonna hold you. Like I'm saying goodbye. Ja, dat is goed. I'm gonna hold yes. You. Zo komen we er wel. Oh, duimen, duimen. Hé, hey, laat je duimen. Vanavond schijnt de liefde zijn ware gezicht. Oh ja. Ja. Maar vanavond. Stil het is stil in mij. Maar vanavond. Dik schijn de liefde, de ware gezicht. Het is zo stil in mij. En de wereld draait maar door. I'm in peace with the silence. Ja, and I got love for the trying. I'm at one. I'm at one. Dat is van Martin Garrix en Khalid. Ja, ja, ja. Dat heet letterlijk zijn. Ik herken hem alleen. I'm at peace in your fire. This can show me I want no peace in trying. I'm at one. Maakt niet uit. In de maneschijn, in de maan. Ja, wat was ik weer naar het raam komt. Star. Oh ja. Looking at the stars. Oh. Living the night, never dreams, but let me know. The star. All the stars are no nee, nee, show. Hey. All the stars. Wat? Ja, ik wil het ook even zingen dat ik ook echt niet ja, weet, sorry. Jongens. Ja, maar ik vergeet dat we mochten vertalen. Ja. De sterren. Dat is goed. Hij klikt er nog niet eens. Goodbye, strangers. Nee, maar dit was echt, hij drukte al, try to see your point of view. Hey, jij ligt van your dreams will, succes. Will come true. Oké. Okay. Roberto en Sean 5 punten. Boom. 5. Julia en Stefan 2. Boom. Huh? Boom. Okay. Boom. Oké, okay, nou, volgende. Oh. Zenuwachtig. Oh. Ik let niet eens op, ouwe. Sun. Here comes the sun. Oh. Oh. Nee, maar zij begint aan te zingen! Nee, dat kan echt niet! Ga zingen, ga zingen! Here comes the sun, doo-doo-doo-doo! Ik snap niet wat er gebeurt! Here comes the sun, and I say, it's alright! Wat er gebeurde, Stefan, wat gebeurde er? Ik drukte. Nee, maar zij was eerst volgens mij. Nee, ik was eerst. Is dat een feit? Ja. Dat is een feit. Ik drukte, dan heb je 5 seconden. Het duurde te lang. Julia begon te zingen na 2 seconden.
Maar kijk, ik denk dat we de regel even moeten aanpassen. Nee. Klikt, moet je meteen gaan zingen. Nee, je hebt 5 seconden. Nee, maar kijk, het is beter als je wacht en dan klikt. En dan moet je Stefan de Vries, je hebt 5 seconden. Oké, okay, hij zei Stefan de Vries, dan weet je dat serieus. Ja, ik durf hem niet. Dit heeft hij al best gehad namelijk. I'm running. Oh nee, fuck. Dat is niet vlucht. Ik weet ook niks. Willen vlucht naar de lucht in onbewust. Je drukt er niet. Nou ja, ik mag. Het is een vlucht. Nee, naar de lucht. Wat zegt ze dat? 5 seconden voorbij. Het is een vlucht naar de rug. Oh. Heel onbewust. Nou, in ieder geval, hè. Hoeveel staat er? Helaas, peanut butter. Ja. 6 voor Rebecca, Sean en 2 voor Julia. Oh. 2 nog steeds. Geef ze die punt. Geef die punt. Je mag drukken. Druk. Hier. I realize. Zal ik het nou wat doen? And you should realize when you best realize. I can Bobby. Bobbly van Bobbly, die zangeres. If you just realize, you just. Ja, Bobby. Echt wel. Dus ik wil helemaal realize. Kobe, kan jij? Ik hoor het, je hebt het goed. Je hebt het maar goed. Je zong maar één woord. Ik zong het refrein. Laat hem er even invrijven. Gewoon. Even, jij mag helemaal niet even mee. Even refrein, jij, jongens. Ja, maar het gebeurt gewoon. Je hebt geen één keer gedrukt. Nee, maar ik heb wel gezongen. Ja, maar dat was maar één keer. Ja. Ja. Round two. Maar 7-2, dan hebben we er toch nog niet 10. Ja, maar dat is 1 punt weg. Dat is 1 punt weg. Ja. Ja. Jullie zijn ook wel echt overdreven goed, trouwens. Maar jullie doen al 2 weken niks anders. Maar jullie hebben al deze woorden al een keer gehad. Echt er is niet, nog geen woord hetzelfde geweest. Even serieus, er is nog geen woord hetzelfde geweest. Vind ik zelfs echt de artiesten. Applaus voor de regisseur. Dus we kunnen het ook niet plannen. Wil je me even uitleggen wat ronde 2 is? Zal ik dat even uitleggen, Sean? Dan krijgen we 10 artiesten en daar moet je dan een liedje van zingen. Van die artiest. Kijk, en hier ben ik een stuk beter in. Ja, nee, ik denk dat het zeg je, minder goed in. Maar, want het is moeilijk. Hoor je wat ze zegt? Het is moeilijk, dus je kan niet goed zijn. Zijn. Nee, het is meer. Loki gevoel. Nee, het is meer. Jij zei, ik ben niet goed dit. Dus zij zei, nee. Dat kan luister niet, naar me, want moeilijk. Ik zeg, oh my god. Je hoeft dan niet te knijpen als je zo schreeuwt. Ik zeg. Dus stel je voor, het is een liedje met Lil Kleine en Ronnie Flex. En je krijgt Ronnie Flex, moet je wel Ronnie Flex. Alleen dat stuk voor Ronnie Flex? Ja. Oh damn. Oké. Snap je? Hi, Big Brain. Maar dat is hetzelfde. Oké, wacht. Ja, ik wil dit ook, hoor. Oké. Ik heb een heel apart gevoel van binnen. Als ik met jou ben, lieve schat. Wat moet ik zonder jou beginnen? Ik heb een heel apart gevoel van binnen. We hebben niet eens gedrukt, hè? We hebben gewoon laten gaan. Ja, dat nog 10 uur kunnen laten staan. Ik had niks van weten. Ja, Corrie. I get those goosebumps every time. Yes. Ja, zie je, kijk dat. Goosebumps ken ik ook. Ja, maar drukte je? Ik drukte niet. Nee, dus. Jij doet net alsof ik Goosebumps niet kende. Ik kende Goosebumps. We hebben pas 3 keer een high five kunnen geven, zegt ze. Is het pas als derde punt? Want ja. 3? 8. Ja. Nee. Tals, punt eraf! Punt eraf! Punt aftrek! Punt eraf! Aftrek! Min 10! Ja. Is dit een regel? Min 10! Sinds wanneer is dit een regel? Dit heb ik nu net maar bedacht. Ik vind het echt bizar dat je dit deed. Ja, maar ik dacht dat zij ging drukken. Nee, ja! Ja, oh! Ja, dus! Want let op, druk maar. He was a skater boy! Wat doe je? Jij drukte! Hij zingt! He was a skater boy! I'll see you later boy! Nee! Ik was het even kwijt en toen zei je het! Nee! Ik dacht dat jij hem had! Kijk, we zijn allebei bruine handen, maar mijn hand is groter. Zo kan je het zien. Het seizoen begint gewoon met een inmaakpartij. Oh, en zuur? Maar echt, maar dus niet... Kijk, het is... Wat is het? Ik denk dat je nog een glaasje... Je hebt nog een glaasje water nodig. Dat denk ik dat het is. Dat is het. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Hey, deze hebben we beter, okay. Ja. Come on, baby! Oh! Just stop your crying, it's a sad mag ik even? Mag
ging heel even. Nee, het was buiten de tijd. Het was 100% buiten de tijd. Het was buiten de tijd, Sjaan. Ik heb deze keer echt goed geteld en echt lang gewacht. Zeg je eerlijk, sorry. Sorry, maar dit was echt... Ik vond die common baby, hij kwam van ver, hij kwam wel. Nee, want het is ook eigenlijk... Het is I'm having your baby. Maar, welk liedje is het? Business. Welk liedje is het? Kiwi. Wie de fuck is dat? Ik heb geen idee. Ik heb hier Jordan Sparks. En dat is... Humberto. Tell me how I'm supposed to breathe in no air. Hey, oh, yeah, no air. Big away, yeah. Nice. There's no air, no air. Oh. Ow. Daughters, daughters. Yeah. Oh, daughters. 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 Ik zeg daughters. Hallo. Daughters. Wij zeggen ook daughters. Oké, maar dan zeggen wij ook daughters. Daughters. Nee. Ja, wij ik weet het wel. Ik zing het. Ik ben het aan het zingen. Ze zong het. Ik ben het aan het zingen. Ze zong het. Alleen ik weet het melodie heel erg. Nee, zing het dan. Ja, daughters. Oké, okay, nee, anders... maar dat is niet goed. Pwaa, 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 pwaa. We gaan op 3 punten halen en het staat 9-6. Oh my god. Wacht. Oké, ga maar. Highway. Ja! Yeah! Ja, dat is zo goed! Ja! Mijn eerste punt. Dat is het enige wat ik weet van het hele ding. Fuck. Een eigen huis. Een plek onder de zon. Ja, okay. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker. Hey, ga jij ook nog een keer drukken? Ik ben niet zo snel als je pa. Gelukkig was. Fuck, dat is Knelly. Nee, dat is Nelly. Ik ken hem niet, man. R. Kelly. Toch? Gonna go I believe I can fly. No, I believe I can touch the sky. Hey, R. Think Kelly, about it every night and day. Weet je wat het is? Iedereen is nu gewoon R. Kelly aan het boycotten, dus dat was ik ook aan het doen. Dat is 3 jaar geleden. Hey, dat is altijd. Hey, luister, hij is niet oké, maar dat liedje is... Maar hoezo ben je onder drie? Toch in onder drie? We hebben toch gewonnen? Maar zijn we al klaar? Oh my god. Oh, wacht, hebben we zo ingemaakt? Nee, ik wil niet zeggen, stop. Want... Jij Echt wel. Hij heeft ook twee nummers gezongen. Het is stil in mij. Het is stil vanavond. Hij begon meteen met de eerste. En Avril Lavigne heb ik van Steven afgepakt. Oh, ja, dat bedoel ik. Precies. Maar hij heeft hem wel goed afgepakt, want ik heb hem niet gehoord. Oh, is dit een kakvraag? We krijgen nu een kakvraag. Dus. Altijd al willen doen. Maar mag ik even wat vragen? Mogen zij ook een kakvraag? Gewoon puur omdat het de eerste... Ja. Jullie hebben gewoon een bepaalde vraag voor mij die... Mag ik? Oh! Nee? Oké. Okay. Oh! Die kan... Dat kan niet! Zo. Oh, het gaat er Oké, wacht even. Stop. Wacht. Voordat je dit gaat lezen. De kakvraag is een vraag, een vervelende vraag, die je liever niet wil beantwoorden. En je dan ook, zeg maar, niet hoeft te beantwoorden als je maar een geldbedrag stort bij een goed doel. Je mag zelf kiezen wat. Ja. Oh, ik ga deze zelf voorlezen, want dat is ook wel leuk. Dus je hoeft hem niet te beantwoorden. Hoezo geniet jij zo? Dus ik... Mag ik hem even lezen? Oh, ik zie zijn hele gezicht wegtrekken. Ik zie zijn hele gezicht. Hey Mandy. Julia. Mm-hmm. Julia. Oh joh. Ik wil niet eens weten. Wat mis je uit de relatie met Niek wat Sjaan niet heeft? Die vraag kan je niet stellen. Nee, maar weet je wat? Ik ga het gewoon als feedback opnemen. Ik ga gewoon keiharde feedback. Ik zeg WNF, man. Ja. Oké, even voor de duidelijkheid. Niek is, Niek Rozen, is mijn ex. Shout out to my ex, you're really quite a man. Dat is grappig. Shout out to my ex. Dit zie je helemaal zo en ik zo. Wow. Leuk jongen. En dit is jouw huidige? En dit is mijn huidige vriend. Huidige ex. Ja. Nee, dit is mijn huidige vriend. En de vraag was, wat mis je uit je relatie met Niek wat Sjaan niet heeft? Nou, nee, maar nu ga ik even serieus. Nee, we gaan weer die vraag ontwijken. Nee, dat gebeurt de hele tijd. Nee, ik kan er nu... Is het de lengte? Ja, is het de lengte als in dit toch? Niet... Ik ben je vader, hè? Oh, dat wil ik echt niet weten. Wacht even. Dat wil ik echt niet weten. Au! Ik wil het niet eens weten. Nee, maar au! Au, maar dat wil ik echt niet weten, hoor. Nee.
Jij gaat zomaar in een, op een gebied waar je helemaal niet meer kan. Nee, maar ik zie, het kwam er vanzelf uit. Een mijnenveld loopt nu. Het kwam er vanzelf uit. Oh my god. Hey, laat het spel maar zitten, man, in deze video. Oké, maar pak, kan dit eruit geknipt alleen, pak alleen die, worden? Matthijs, even serieus, knip pak dit alleen. Nee, dat is... laat het er maar uit. Oh my god. Nee, man, zullen wij weggaan? Nee, wacht even. Oh nee, jij blijft zitten. Maar waarom moet je zo lang wachten? Omdat ik oprecht niet weet wat ik is het antwoord toch niks? Dat had je ook gewoon kunnen zeggen, nou, gelijk. Ja. Maar je moet het zomaar ik dacht... Stefan. Ja. Waarom denk je dat jij meer volgers hebt dan Sjaan? Wat een slechte vraag. Hoezo is dat een slechte vraag? Ik vind het eigenlijk wel een goede vraag. Is het een goede vraag? Ik vind, maar hoeveel volgers heb jij? Ik heb er nu 109.000. Op Insta, hè? Op Insta. 109.000 en jij? Ik heb 450. Oh mijn god, heb je meer dan ik? Oh shit! Dus waarom heb jij meer volgers dan wij? Wij! Waarom is dat zo? Nou, bij Sjaan kan ik het wel vertellen. Maar, ik ben ooit begonnen met Instagram filmpjes maken. Echt heel lang geleden. En zie je hier een video? En ja, daar ben ik toen heel lang mee doorgegaan. En Sjaan die deed het toen eigenlijk niet. Die is pas veel later begonnen. Dus okay. Ja. En ik heb 379.000. Ja, ik denk dat het bij jou is, omdat jouw doelgroep in het Instagram zit. Dat jij heel erg talent... Waarom ga je dit... Je bent heel erg talentvol. Zeg het maar, joh. Alleen, je doet er niks mee. Nee, maar omdat je hebt al zoveel video's opgenomen en je uploadt het gewoon nooit. Nee. Omdat jij gewoon te perfectionistisch bent. Terwijl ik denk, ja... De video's zijn goed. Zullen we hem afsluiten? Ik moet hier niet bij zijn, man. Dit is een... Dit is een koppelding. Praat jullie met elkaar. Ja, zeg maar. Ga maar verder. Ik zit het. Nu toch. Dat was het. Dat is een blok hout. Dat voel ik me in het vuur gegooid. Nee. Ja. Nee. Ik ga ook weg. Nee! Wacht even. Sluit hem maar af. Wel leuk. Nou, in ieder geval, hè. Dat was de eerste aflevering van het tweede seizoen van Tante Muzikaal. Vond je hem leuk? Hè? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mij. Ik zit hier alleen. En dan volgende week zit ik wel weer met mensen. En nu ga ik heel eventjes weer goed maken met mensen Sean en je vader. Doei! Dat is wel een leuk einde. Dit is een top einde. Dit is heel grappig. Dit is een top einde. Dit is echt grappig.